Dag beste vrienden in de Heer, vandaag 31 oktober, de 31ste zondag van de tijd door het jaar. Het is vandaag de dag des Heren, de dag van tijd om tijd te maken voor Gods woord, voor deze ontmoeting met de Heer in de Eucharistie. Stellen we onze harten open, breed, met de hulp van de Heilige Geest voor dit moment met het woord van God, die ons hart ook voorbereidt voor de Eucharistieviering bij onze parochies. Dan de eerste lezing komt uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6. Mozes sprak tot het volk en zei: Vrees de Heer uw God door al zijn voorschriften en geboden na te komen die ik u opleg. Luister dan, Israël, en volbreng ze nauwgezet. Dan zult hij gelukkig zijn en talrijk worden in het land van melk en honing, dat de Heer, de God van uw vaderen, u heeft beloofd. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Hij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart printen. Nou, het is een heel mooie lezing, een heel belangrijke lezing ook, die ons aanmoedigt om meer en meer God te beminnen in zijn woord. Het is echt een mooie lezing ook voor ons, die deze ervaring met de lectie te bevinden, proberen beleven en leren beleven. Het is een weg met het woord van God die wij meemaken. En er zijn drie werkwoorden hier die ons helpen. Vrezen, luisteren en volbrengen. En deze vrees voor God hier is in liefde voor God. Het is geen bang zijn, het is geen in gezag van God die wil ons overgissen. Nee, het is beminnen. God beminnen. En daarna, vanuit deze bereidheid om te beminnen, bereid zijn om te luisteren en bereid zijn om te doen wat God vraagt. Ook als het soms ons overkomt of verrast, God weet wat Hij vraagt. En Hij weet dat het voor een grote realiteit, werkelijkheid van liefde kan zijn. En deze ervaring van intimiteit, van liefde met het woord van God, heeft dat de woorden van de Heer worden geprint, gegrift in ons hart. En dat is een heel mooi beeld van een persoon die zijn hart aan God toeweegt. Die zijn hart aan God over heeft. Meer en meer wij benaderen het woord van God, meer en meer wordt ons hart aan Hem toegewijd. Daarna zien wij bij de Psalm 18, een heel mooie beschrijving van God en van zijn genade voor ieder van ons. Heer, u heb ik lief, mijn sterkte, zegt Hij, mijn toevlucht, mijn buurt, mijn bevrede, mijn God, de rots waar ik toevlucht vind, mijn ziel, mijn behoud en bescherming. Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen. Dan doet geen vijand mij kwaad, want golven van doodsgevaar sloten mij in. Een stortvloed van onheil maakte mij angstig. De Heer zij geprezen, gezegend mijn God, mijn rots, verheerlijkt zij God, mijn verlosser. Nou, deze psalm 18, is een heel mooi psalm ook om te bidden als wij in genade van vertrouwen, van zich toe te vertrouwen nodig hebben. En we kunnen een van deze beschrijvingen nemen voor onszelf en een soort van schietgebed beleven de Heer daardoor. Mijn toevlucht, mijn buurt, mijn bevrede, mijn ziel, mijn behoud, mijn bescherming. Wie is God voor u? Is God uw rots? Is God onze rots? En deze zekerheid dat God ons rots is, heeft dat wij bewaard worden van doodsgevaar. De Heer wil en gaat ons helpen als wij Hem aanroepen. Het is juist wat de tweede lezing vanuit Hebreeën 7 ons vertelt. Broeders en zusters, in het eerste verbond moesten meerdere priester worden, omdat de dood hen belet in functie te blijven. Maar Jezus' priesterschap is onvergankelijk, omdat Hij in eeuwigheid blijft.
Daarom is hij ook in staat hen voor altijd te redden die door zijn tussenkomst God naderen. Daar hij altijd leeft om voor hem te pleiten. Zulk een hoge priester hadden wij ook nodig. Een die heilig is, schuldeloos, onbesmet, afgescheiden van de zondes, hoogverheven boven de hemelen. Hij hoeft ook niet, zoals de hoge priesters, elk dag opnieuw eerst voor zijn eigen zonde offers op te dragen en daarna voor die van het volk. Want dit heeft hij eens voor al gedaan, toen hij zichzelf ten offer bracht. De wet stelt als hoge priester mensen aan, met zwakheid behept. Maar de eed die uitgesproken is na de wetgeving, wees de zon aan, die volmaakt is in eeuwigheid. Dan deze lezing van Hebreeën toont voor ons wat ik net gezegd heb met de psalm. Wij kunnen altijd rekenen op de hulp van de Heer. Als wij hem aanroepen, als wij ons aan hem toe te vertrouwen. Waarom? Dat hij in staat is ons voor altijd te redden. Hij, de Heer, Jezus Christus, heeft ons al gered door zijn offer, het kruis. En hij blijft ons redden, omdat wij zijn mensen, wij walen zijn, wij zijn zwak. Maar de Heer steekt altijd zijn handen naar ons. Hij komt altijd ons helpen. En deze grote zekerheid krijgen wij nog vernieuwd door deze helaas met het woord van God, met deze lezingen, zodat wij ook meer en meer op hem kunnen vertrouwen en dat hij ook op ons kan vertrouwen. Want in ziel, in hart, dat vertrouwt op de Heer, weet de Heer dat hij meer en meer kan en mag vragen. Daarna, op het einde zien we het evangelie volgens Marcus 12. Het is een lezing die verbonden is met de eerste lezing. Hij haalt een beetje dezelfde gedachte. En ook om ons te bevestigen dat belang van de liefde. De liefde is de voornaamste van alles. Marcus 12. In die tijd traden een schriftgeleerde op Jezus toe en legde hem de vraag voor. Wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde, het eerste is, Hoog Israël. De Heer onze God is de enige Heer. Hij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is, hij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan die twee. Toen zei de schriftgeleerde tot hem, juist, meester, terecht hebt hij gezegd, hij is de enige en er bestaat geen andere buiten hem. En hem beminnen met heel zijn verstand, heel zijn hart, heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf, dat gaat boven alle brand- en slachtoffers. Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei hij tot hem, hij staat niet ver af van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem nog in vraag te stellen. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dan wij sluiten met deze lezing vandaag deze mooie boodschap van de Heer. De Heer beminnen met alles dat wij zijn en hebben, met wie, met ons innerlijk wezen is alles. En beminnen gaat boven alle andere wetten, alle andere geboden. De Heer vraagt voor ons alleen de liefde. En het is juist de reden waarom Jezus aan die schriftgeleerde antwoordde, je staat niet ver van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God bestaat, groeit, is aanwezig waar de liefde is. En wij zien, wij merken, wij voelen een plaats waar de liefde van God leeft. In hart, in persoon, waar de liefde van God aanwezig is. Deze persoon trekt niemand tot zichzelf, maar trekt de mensen, helpt de mensen de overgang maken tot God. En dat is wat wij als missionarissen proberen te doen. Wat het woord van God ons helpt beleven in direct verbinding met de Heer.
De Heer die ons helpt, de Heer die ons begeleidt, de Heer die ons bijstaat. Vragen we Maria dat zij ook ons kan begeleiden in deze weg van vertrouwen, van zich tot te vertrouwen en van ontvangen van de genade van de Heer. Wees u groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel en God zegen u. Então, o compêndio da Lectio Divina é uma forma simples, prática e acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro, você não vai perder a tua oração, você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração. E a oração vai se transformar vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é a Lectio Divina? A Lectio Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. 5 passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas 3 leituras. Depois da leitura você tem a meditação. Então a meditação é um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita, no mais profundo de nós, e escutar o que é que Deus quer me falar a mim, naquilo que eu vivo hoje, com essa palavra. A graça da oração. Se Deus me fala, eu respondo. Uma pessoa que ama, responde à pessoa amada. E o quarto passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e torna o teu dia todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo.